Je kan dus doodgaan aan te weinig slaap. Dat betekent dat dit een hele korte aflevering wordt, want ik moet echt naar bed nu. Dit is het boek Hollywood Wants to Kill You van Rick Edwards en Dr. Michael Brooks. En ik heb dit boek gekocht omdat ik naar de podcast luister van Michael Brooks en Rick Edwards. Die podcast heet Scientish. En het zijn twee wetenschappers die hun sporen hebben verdiend in de wetenschap en dat op een hele populaire manier weten te brengen. Wat ik grappig vind. En elke aflevering van hun podcast behandelen ze een film en stellen ze één vraag uit die film die ze wetenschappelijk proberen te behandelen. Dat principe hebben ze nu toegepast op 11 films rondom 11 thema's waarmee Hollywood ons wil duidelijk maken dat we doodgaan. Allemaal. Hoe dan ook. Ik kocht het boek eind februari, begin maart, rond de uitbraak van het coronavirus. En het eerste hoofdstuk gaat over Hollywood wants to kill you with a virus. Kortom, zeer actueel. Drie dingen die ik meeneem uit het boek. Nummer 1 is gewoon dit hele boek. Ik ga niet eens iets voorlezen. Dit hele boek is tof. Als je van wetenschap houdt, als je van Britse humor houdt, als je van hele serieuze onderwerpen houdt, die goed behandeld worden, maar wel op een luchtige manier. Dit boek wil je lezen. Er staan 11 thema's in. 11 manieren waarop Hollywood ons dood wil hebben. En dat zijn op volgorde virus, asteroïden, roofdieren, robots, onvruchtbaarheid, klimaatverandering, slapeloosheid, planten, old age, nuclear Armageddon en met de dood aan zich. En elke keer komt er dus een vraag op welke manier stelt Hollywood dit voor? Hoe is dit in de realiteit? En kunnen we er in het echt wat aan doen op basis van de wetenschappelijke ontwikkelingen die we momenteel hebben? Kortom, je leert er ook nog eens wat van. En dat maakt het hartstikke leuk. Ik ben fan van de podcast, maar fan van dit boek. In dit boek gaat het over Jaws. En over Robocop. En dan met wetenschap. Wat wil je nog meer? Ik weet niet wat je nog meer wil. Als je nog meer wil, dan moet je het gewoon zeggen. Want dan nemen we gewoon via het internet contact met deze gasten. En dan zeggen we willen ook dat. Kan allemaal tegenwoordig. Nummer 2. Er is een hoofdstuk dat gaat over Hollywood Wants to Kill You with Predators. Over Jaws. En een van de dingen die ik grappig vond om te lezen is: Outwitting our predators made us clever. En dat geldt natuurlijk voor elk organisme hier op aarde. Het feit dat je constant bezig bent met hoe ontkom ik aan grotere wezens of kleinere wezens of virussen die mij kapot willen maken. Daar word je slimmer van, daar word je handig van. En in principe op het moment dat er een sabeltandtijger in je nek staat te hijgen, is het echt een topmoment om heel creatief te worden in het ontsnappen aan een sabeltandtijger. Dus het principe dat we constant bezig moesten zijn met het ontlopen van shit dat ons op wil eten, heeft ons als soort slimmer gemaakt. En een van de dingen die we daar nog aan over hebben, is kippenvel. Kippenvel is een overblijfsel van de tijd dat we nog veel haar hadden. Sommigen onder ons, en ik noem geen namen, hebben nog steeds veel haar. En toen we nog haar hadden, zorgde kippenvel ervoor dat we groter leken dan we waren. Kippenvel klinkt altijd een beetje lullig. Hè? We noemen het ook kippenvel. Maar het is een soort overblijfsel aan de tijd dat we nog sabeltandtijgers moesten zien te ontlopen. Het zorgde ervoor dat we er groter uitzagen dan we werkelijk waren. Als basketballer vind ik dat een heel interessant concept. Dus ik hoop dat ik tijdens het spelen van basketbal vaak kippenvel heb. En dan nu nummer 3. Slaap. Ik had het er al over aan het begin van deze aflevering. Maar slaap, als je niet slaapt, ga je dus gewoon dood. En de film die ze behandelen in het hoofdstuk over slaap is A Nightmare on Elm Street. Waarbij Freddy Krueger. Een aantal tieners achterna zit in hun dromen. Ik weet niet of dat een spoiler was. Sorry als dat een spoiler was. Ik heb de film ook nog nooit gezien. Ik heb ook geen interesse om hem te zien. Maar mocht je net denken, hey, ik wilde vanavond A Nightmare on Elm Street kijken en ik heb hem nu gespoilt voor je, dan spijt me dat. Anyway, dit hoofdstuk gaat over slaap en hoe belangrijk slaap voor je is en dat je helemaal gaat als je te weinig slaapt. Sleep researchers are beginning to think that this is the main purpose of sleep. To prune some synaptic networks in the brain and to strengthen others that are useful. Dus met slaap snoei je je neuronen. Ik weet niet of dat de vertaling is van synaptic networks, maar en dat slaap dus goed is voor het consolideren van herinneringen. En je wordt dus beter in het uitvoeren van je taken. Je wordt beter in het focussen. Je hebt meer energie als je goed slaapt. Het zorgt er een beetje voor dat je mentale dode huidcellen, dat die een beetje weggescrupt worden. En als je dat niet doet, dan hou je het niet lang vol. Een dag of 10. En dan ga je er gewoon echt dood aan. En dan vervolgens behandelen ze allerlei uitzonderlijke situaties waarin je terecht kan komen als je te weinig slaapt. Of als je bepaalde aandoeningen hebt rondom slaap. En wat de wetenschap daarover zijn. En er zijn dus 26 families op deze wereld die een genetische afwijking hebben waardoor ze niet kunnen slapen. Dat is een hard aflopende zaak als die genetische afwijking zich begint te manifesteren. Of je vergeet dingen, je bent in de war, je krijgt een dubbel visie. Heel je lichaam raakt in paniek totdat je hersens op een gegeven moment een soort disconnect doen en
Je bent weg. Dus mocht je dit kijken op een laat tijdstip en moet je er morgenochtend weer vroeg uit, ga gewoon slapen. Dit boek, wetenschap op een populaire manier, interessant haakje via de Hollywoodfilms, is tof. De podcast is tof. Had ik dat al gezegd? Podcast is tof. Boek is tof. Lees dit boek. Als je dit soort onderwerp en dit soort schrijven interessant vindt, raad ik je dit boek zeker aan. Het is hartstikke leuk, hartstikke grappig. En de podcast is tof van hun Scientist. Ik zie je de volgende keer.